Containers. It's the next big thing in tech. It reframes how we design, run, and change applications in a radical new way. But what are containers? How can we orchestrate them? What are the biggest challenges? And what's next? Follow True in an open exploration to decode container technology. Wat het mooie is aan containertechnologie, die maken eigenlijk je PC virtueel en dan kan je hem overal naartoe schuiven. Dus kunnen wij onze modellen heel eenvoudig in de cloud zetten, ergens anders op een server. Ja, en daarnaast, als je dan het stuk Kubernetes pakt, dan kan je die containers gaan orchestraten. Dus als er dan in één keer heel veel vraag komt, dan kan je dat in één keer bijschalen. En als die vraag afneemt, dan kan je het weer terugschalen. En daarnaast een stukje veiligheid. Als er iets misgaat, dan zorg je dat er meteen weer een nieuwe container spant. A container is a more standalone, isolated process from the rest of the operating system. So you just specify what application you want to run, be it a PHP application or Ruby on Rails, and the container will have all the necessary components in order to run that. It is all about reliability, repeatability, and ease of use in order to bring an application faster to your end customers, faster to the market. And to do that, you need an environment that allows you to deliver that software faster. And I think the world of containers is delivering up to that promise. So containers start up faster. They are treated as immutable piece of infrastructure. And this is the key value of adopting a container philosophy. Yeah, the mind shift that you, het ding dat je applicatie runt, dat eigenlijk heel korte levensduur heeft. Dat niet dat ding is wat je nurtured en gedurende lange tijd onderhoudt. Maar dat het eigenlijk een disposable middel is om je applicatie te runnen. Die je gewoon recycelt, die je upscaled, downscaled. Kan ook wel met virtual machines, autoscaling groups, maar convergeert naar mijn mening steeds meer via Docker en orchestratieplatforms. When you package your container, you put all the required elements in there that your application needs to run, not more, not less. Whenever you're doing it the quote-unquote traditional way with a VM, your entire server needs to be starting getting packed to accommodate any and all applications that are running on that VM, which will create a lot of overhead, but also creates a very big problem that when you want to update your server, you're going to be enforcing updates for the majority of its components. Whenever you want to update your container, you change the container spec and the container build process will simply encompass what you need to have. So you have a more fine-grained control over what you try to achieve and make sure that your application is able to run standalone from the operating system. Ja, je ziet tegenwoordig dat iedereen wel aan het overstappen is op Docker en op Kubernetes. Er zijn weinig bedrijven die nog bij de virtual machines blijven. De bedrijven die nu nog veel op virtual machines draaien, zijn volgens mij de bedrijven die daar al een hele grote infrastructuur hadden en die nog geen tijd hebben gehad om die transitie te maken. Virtual machines are they've been around for a long time and many successful businesses have been built around virtual machines, but they have limitation in startup time and they are still treated as snowflakes. Soon enough, companies, organizations, developers realized the value of instead having a more agile unit of development and deployment, which is containers. It's not only the container itself, but it's also the platform on which the container resides that makes it even more flexible for your developers to deliver software. Je platform wordt eigenlijk je uitgangspunt en zelfs je platform wordt misschien wel dat disposable ding waarvan je dan makkelijk 1, 2, 3 of weer downsize naar 2 afhankelijk van je behoefte als bedrijf een aantal van hebt en dan daarbinnen op een uniforme manier zet je je workloads in. En dat is wel met containers, neemt nu echt een vlucht naar mijn gevoel. Dat stelt ons in staat om veel sneller onze producten eigenlijk op de markt te brengen en ook om veel sneller om te gaan met veranderingen bij de geleverde producten. Containertechnologie is in die zin, het is een andere werkwijze. Maar ik denk als je nu begint en nu met containertechnologie gaat, direct aan de slag gaat en je hebt goede mensen in huis,
dan kan je daar heel veel winsten mee behalen. In bieden van een beter product, maar ook het sneller leveren en het juiste leveren. Het is denk ik wel echt de toekomst. Ja. Ja, wat voor mij containertechnologie revolutionair maakt, is het feit dat je nu eigenlijk je infrastructuur kan draaien zoals Google zijn infrastructuur draait. Wat nu mogelijk is met containertechnologie, zoals Kubernetes, wat gebaseerd is op Google's interne infrastructuursysteem, is dat die technologieën, die technieken, nu toch toegankelijk zijn voor kleinere bedrijven en voor elke developer. Kubernetes zorgt er eigenlijk voor dat de containers die jij wil draaien, ook daadwerkelijk draaien met de configuratie die je wil en het aantal dat nodig is. Ik denk dat dat heel plat gezegd de essentie is van Kubernetes. What are the practices and challenges of containers? If I talk to my current customers today, I see that some of them are using their business critical workloads in production. And the majority have their containers in test and dev. But it's 2019, the market is on fire. They know right now is the time to move into production. Ik ben sowieso altijd van mening dat als developer, als een bedrijf, wil je je voornamelijk bezighouden met jouw core business. Je wil je bezighouden met waar je je bedrijf voor hebt opgericht. Idealiter betaal je gewoon voor een platform dat jouw infrastructuur managt. Binnen development hebben wij in enkele minuten een ontwikkelomgeving opgezet. Met containertechnologie kan je al je tools heel geïsoleerd draaien. Je kan meerdere versies naast elkaar draaien. En heel belangrijk, we willen zoveel mogelijk de omgeving van onze productie gelijk hebben aan wat wij gebruiken op development. Ja, je kan containertechnologie voor veel meer gebruiken. Dus we hebben bijvoorbeeld ook Redis containers of Postgres containers. Dus waarbij je een bepaalde service in een container stopt. Als je bijvoorbeeld een machine learning onderdeel hebt, dan heb je je eigen test- en trainomgeving. Vervolgens heb je een staging omgeving, dat is een soort bijna productie, waarin je het een tijdje gaat testen. En dan heb je de productieomgeving. En we doen het voor al die fases. We zijn op het moment bezig met een transitie naar Kubernetes. We hebben vorig jaar onze architectuur veranderd van een monolithische applicatie naar microservices architectuur. Wat we voorheen in Elastic Beanstalk draaiden in Amazon. Maar Elastic Beanstalk is eigenlijk meer bedoeld voor enkele applicaties. En we zijn nu het naar Kubernetes aan het brengen, zodat we wat meer over de hele infrastructuur, over het hele CarePay-platform, om het zo maar te zeggen, de infrastructuur kunnen managen. The challenges in adoption of containers is always about it's a new technology, so it comes with risks, comes with a steep learning curve, so it's not easy to adopt a new approach, and there's always some friction and resistance. There's always a barrier to adoption, and it's mostly cultural. And by showing organizations and companies and developers that we adopted ourselves and we are successful by doing that, we think we can convince and persuade developers and organizations to adopt container technology as well. The challenges for utilizing container technology from the operational perspective is that you have to provision all the individual components that a customer would expect from the container orchestrator. In this case, we would be using Kubernetes, which means that we will be providing the storage and the load balancing and other components. From the customer's perspective, they don't have to worry about this. Think of it like a painter. He comes into the room and makes a painting on his canvas, and he expects certain things to be there. The canvas itself, the paint, water, the sticks to paint with, all these things that are required and should be not something that he should be concerned about. Once he takes his painting and wants to put it in the gallery, True will host it in its gallery. And the dimensions of the gallery are already prepared for the customer, so you don't have to worry about would it look nice. All the customer has to do is make their application or their painting, and we will display it in the way that they intended it to be. I think the biggest challenges that that I see personally with the enterprises I talked to today is that they are afraid to start. They are afraid to adopt a new technology. That is based because we know what we have, so it's kind of safe to continue what we have. Why would we change things? But this new market asked us to change the technology. So my suggestion is just to start,
because it allows your teams to learn as well. What is the impact of containers on security and compliance? You know, you will find a hard time of building Kubernetes. It all comes with beautiful promise of Kubernetes, but it comes with a lot of perks as well, especially when you scale up in environments. And it's all about that scalability that you need. The very nature of containers makes them inherently more secure if you know what you're doing, and you can have a better stance on security if you adopt containers. But it requires some extra work. Compliance and security processes are very important for any operational perspective. Containers would even increase the security because there is process isolation on a higher level than if you don't use containers. So I don't think it would be that much of a challenge if your company is already utilizing all these best dimensions for security. Because containers are indeed ephemeral and transient, they force you also to think of the life cycle of your data to be separated from the life cycle of the application. So you really have to understand how the data is produced and where the data is stored, and is the data secure and safe outside the container. So you need to be more thorough, but also once you know that you are secure, it's safer to run containers than virtual machines because of the configuration drift. And because they are immutable, it's easier to detect if somebody's tampering with your containers. Because Kubernetes, from an outside perspective, has a very simple rule by default. Everything within the cluster should be open. Everything from outside the cluster should be closed. So once you're in the cluster, you have access to many components of the Kubernetes inner workings. So you need to lock those down. But as long as you can do that, you can be fully compliant. What knowledge and mindset do containers need? Ja, dat vind ik een van de mooiste dingen aan software over het algemeen. Er zijn heel erg veel manieren om online allerlei kennis op te doen. Dus je kan online een hele computer science bachelor doen. Je kan online alles leren over containertechnologie. Je kan online alles leren over database. Dus er zijn honderden tutorials en honderden vakken die je online kan volgen. En dat is volledig gratis. Well, maybe you've used Docker. Maybe you've played around with Docker Compose. That's a great start. You know what containers are, you know what they can do. So basically, you're halfway your journey. And that is actually not common. And most of the people that I speak are, starting to use a container form. But once you've done that, have a look at what Kubernetes brings you. It's auto-scaling, auto-healing, it is deployment, it is security, that all comes into questions that you may not have today, but will come tomorrow. Ja, kleine stappen is het toverwoord. En als er iets gebeurt, en dat heeft dus met name te maken, zoals in die blogpost die ik schreef, dan loopt ergens iets zonder memory limit, begint de andere dingen aan de kant te duwen. Nou, daar leer je dus best een aantal dingen van. Ik moet die default zetten, ik moet die defaults misschien op een namespace zetten. Ik moet bepaalde alerts inrichten. En doordat daar in ieder geval op te acteren, je leert als team. En ja, je komt verder met je platform, want als het goed is gaan die dingen niet aan de lopende band fout, want je bent namelijk allerlei mogelijke probleemoorzaken wel aan het wegnemen. To keep up with the ever-changing landscape of technology, you must have some curiosity and enthusiasm about technology itself. So you have to have an open approach, an open mind of new things coming. It's not easy, and it takes some significant amount of your time and your mental energy, but it's also fun. And if you have this curiosity about new technologies, always pays off. Ja, de mindset die je nodig hebt is denk ik een nieuwsgierige. Dat houdt niet in dat je dus achter elke hype aan moet rennen en elke drie maanden weer met het nieuwste speelgoed aan de slag moet gaan voordat je de vorige onder de knie hebt. Nieuwsgierig zijn en bereid zijn om de manier waarop je iets doet tegen het licht te blijven houden en daarin ook wel openstaan voor veranderingen, met name verbeteringen natuurlijk. Dat is denk ik de kern van de DevOps mindset. What's next for containers? In 2015 had je wat ze de Container Orchestration Wars
noemde. Je had Kubernetes, je had Nomad, je had Elastic Container Service van Amazon. Die waren allemaal aan het concurreren om de container orchestration service te worden. Nou, uiteindelijk is daar Kubernetes uitgekomen. Wat je nu ziet, is dat hetzelfde aan het ontstaan is met service meshes. Dus je hebt Linkerd, je hebt Istio, je hebt Consul Connect. En die zijn allemaal aan het strijden om als de service mesh uit te komen. I believe that this year is going to see the rise of course, Kubernetes as the most important piece of container orchestration for many organizations. So the adoption will continue to increase, continue to grow. And people will realize that Kubernetes is just a piece of a big puzzle, because Kubernetes is becoming ubiquitous, but also kind of just like plumbing or electricity, just like an utility. But there's going to be a push for interesting things that you can deploy on top of Kubernetes and look at the operator patterns, service meshes, storage technology. Ik zie wel wat trends en wat technologieën, maar dit is, dit is zoiets, bijna een radicale verandering in containertechnologie. Dat nog, vind ik nog een beetje moeilijk in te schatten waar dat dan heen gaat. Maar dat het meer gaat brengen en beter dan het nu is, dat geloof ik zeker. Ik denk dat het belangrijk is dat naar voren komt van dat er geen gouden formule is. Dat er zoveel toeltjes zijn op de markt die kunnen bijdragen aan het opzetten van containertechnologie. Denk maar aan een Jenkins als een build server of Kubernetes. Containers are fairly simple. Everybody understands that concept. Everybody understands what it does, but how you implement it is going to make the major difference. And the struggle between the different types of orchestrators is starting to settle down, and Kubernetes is winning that battle, in my opinion. And when I look at where Kubernetes is heading, then we're looking at having more operators in order to make deploying components for Kubernetes even easier. Ja, nou kijk, wij zetten containertechnologie nu in. En wij blijven dat inzetten en we gaan het efficiënter inzetten. En naarmate we ook meer ervaring gewoon door de jaren heen krijgen met containertechnologie, zullen we op allerlei punten verbeteringen gaan boeken. Nou, onze volgende stappen voor containertechnologie, dat zal stukje bij beetje, want we zijn op zich wel voorzichtig. Zullen we denk ik meer applicaties naar dat platform gaan brengen en dus eigenlijk weg gaan halen uit de traditionele virtual machine based hosting. Op een gegeven moment komen daar dan de uitdagingen bij als schaalbaarheid. Wij proberen alles wat we heel moeilijk vinden zoveel mogelijk te laten doen door partijen die daar goed in zijn. Dus we hebben edge caching via CDN, database management en dat soort dingen via managed services. Maar de noodzaak tot schaalbaarheid die zal alleen maar toenemen, want er komt steeds meer personalisatie, localisatie in eigenlijk het hele platform terecht, waardoor edge caching wordt steeds complexer. This is the time that Kubernetes is really successful, because lots of people are realizing that they need to be more agile, they need to reap the benefits of DevOps and a different approach to application development and deployment. And so Kubernetes is just the perfect storm for this to happen. And this is the year of Kubernetes, of course, and many more years to come. We are looking towards making it easier for our customers to deliver their application towards us. So we're going to actively help them understand the components that they need and abstract away the knowledge that you need to have for Kubernetes. At the end of the day, a customer just wants their application to run online, and they want to use the best way of getting it online. Those are things we want to take care of, so that application developers just need to focus on one thing: making awesome applications.